dat was wel zo. Er was een echte meisje bij die zei van ja, ik vind gewoon dat het helemaal weg moet. Ja. Maar het gaat nooit helemaal weg. Nee. En blijven altijd mannen behoefte hebben om naar een prostituee te gaan. Dus je krijgt het niet weg. Nee. Maar ik ben natuurlijk wel niet mee eens dat er niets gedaan wordt aan al die dames die daar gedwongen zitten. Degene van kantoor bij mij, waar ik mijn sleutel altijd haal, die vrouw die vertelde mij van dat ze een boek had, een heel oud boek, en daar staat in dat vrouwen zijn begonnen met werken op de wallen om niet te hoeven trouwen. Vroeger had je gewoon geen geld en trouwde je eigen in. Kreeg je kinderen en dat was het gewoon. Dan was je financieel verzekerd, zeg maar. En vrouwen zijn op een gegeven moment begonnen te werken op de wallen om dus niet te hoeven trouwen, om onder die huwelijkse plicht uit te komen. Dus dat is best wel interessant. Dus zijn ze daar gaan werken om zelfstandig te zijn. Want de verleden keer de vraag was van, denk je dat de emancipatie van de vrouw juist, hoe zeiden ze dat nou, minder wet of zo, of juist terugliep doordat de vrouwen werken achter het raam, omdat de vrouw onvriendelijk zou zijn. Maar zo is het dus niet begonnen in eerste instantie. Wel interessant eigenlijk. Want dat denkt iedereen dus. Heb je zelf niet een goede relatie willen hebben? Weet je hoe vaak het erop staat? Ja, dat weet je natuurlijk. Maar dat je mensen gewoon vanuit dat ik geen relatie heb. Ja. Ja. Hè? En nee, klopt. Waarom werk je vrijwillig in de prostitutie? Oké, misschien hebben jullie dat verteld dat ik dat vrijwillig doe, maar dat weten ze natuurlijk ook niet zeker, toch? Ja, nee, dat hebben we wel van tevoren aangegeven. Ja, dat hebben jullie wel aangegeven natuurlijk. Dus daarom is de vraag zo natuurlijk. Ja, ja, klopt. Maar inderdaad, we gaan ervan uit. Je hebt geen vaste relatie. Ja. En mannen komen bij een prostituee voor seks. Ja, en wat ik ook leuk vond, waarom zou je je lichaam zo weggeven aan alles en iedereen? Ja. Maar kijk, de mensen die bij mij binnenkomen doen dat natuurlijk ook. Ja. Toch? Ja. Ja. Het is ook een raar terugstel. Ja, ik zei net al tegen Evelien. Je kan gewoon zien, verleden keer waren de leerlingen veel ouder. Ja. En dan krijg je totaal andere vragen. Okay. Je merkt gewoon in de vragen echt dat het nog een stukje levenservaring is. Wat vragen ze dan? Nou ja, hun gaan er echt van uit dat dingen zo zijn. Ja. Ze hebben een beeld ervan en gaan ervan uit dat het zo is. Ja. Ja, nee, dat klopt. En dus dat als je de leerlingen dus echt 10 jaar ouder zijn, ja, hebben ze weer meer levenservaring en denken dat je ervan dat je niet alles weet. Ja. Ja, nee, de vragenstelling is gewoon totaal anders. Ja, het is echt, ze hebben een beeld en dat is de werkelijkheid. En zo is het. En zo is het. Ja. Ja. Ik heb een heleboel vragen met waarom je vrijwillig dit beroep doet. Dus hun gaan er wel vanuit dat ik het vrijwillig doe. Ja, en het is dus duidelijk ook niet iets wat een ideaalbeeld is. En dat leeft natuurlijk ook breed. En ik weet ook niet of ik dat verkeerd vind. Maar kijk, als mij, ik ben ook decaan hier, decaan ondersteuner, om goed te zeggen. Als zij aan mij vragen van, joh, moeten we dit beroep niet opnemen in de beroepskeuze testen en dergelijke. Ja, dan zeg ik, dat weet ik dan ook niet hoe dat. Nee, want dat heb ik verleden keer ook wel gezegd. Ik zei, want ze vroegen wel, waarom doe je dit en zo? Ja. Waarom ik dus dit deed op school en zo, waarom ik mijn verhaal wou vertellen. Ja. Nou ja, omdat ik gewoon wil dat het wat opener wordt en wat meer geaccepteerd. Ja. En, maar ik zei, maar het zal nooit een keuzevak op school worden. Dus ik maak me geen illusies. Maar zou je dat willen? Zeg je van? Nee. Dat is best wel lastig, want er werd ook wel gevraagd, maar is er dan ook een opleiding voor? Ja. Als je daar gaat werken, is er dan ook een zeg maar, wordt het je dan uitgelegd door iemand anders, hè, die al langer werkt of zo? Of is er dan iets? Zeg ik, nee, eigenlijk niet. Nee. Je hebt wel een vrouwencentrum in Amsterdam. En dat is echt voor prostituees. Waar je kun je bijvoorbeeld laten testen op een SOA. Ja. Cursus zelfverdediging. Hoe moet je boekhouding? Ja. Cursus Nederlands als je uit het buitenland komt. Dat soort dingen allemaal. Ja. En daar zouden ze er misschien wel iets mee kunnen doen. Maar ja. Ik zei al, ik denk dat de vrouwen die dus vrijwillig dat werk gaan doen, zelf de weg zoeken, zeg maar, naar het werk. Als ik een opleiding volg tot docent, dan leer ik ook hoe ik les moet geven, zeg maar. Ja. Jij hebt dus allerlei cursussen van de randvoorwaarden. Maar het vak zelf, hoe ben je nou een goede prostituee? Ja, maar er zijn heel veel slechte dus. Ja, het zegt zo. Ja. Hoe moet je dat dan leren? Er zijn dus ook heel veel slechter. Ja. Dus ja. Maar ja, dat nou komt omdat er geen opleiding voor is, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, weet ik ook niet. Nee, ik denk dat dat gewoon meer komt omdat er gewoon heel veel vrouwen inderdaad dat dit werk doen en het niet leuk vinden. Nee.